Dit is Kermisnieuws met Janus op het Hoog. Dag dames en heren, mijn naam is Jan. Au, godverdomme. Dag dames en heren. Mijn naam is Janus. En hier ben ik weer met dit Kermisnieuws. Uit de Hogati, het reuzenrad, is een oliebol naar beneden gevallen. De oliebol is terechtgekomen op het dak van de kassa. De uitbater, de heer De Vries uit Waddinxveen, heeft verklaard geen stappen te ondernemen. De man die de oliebol verloren is diep teleurgesteld. Ik laat het er niet bij zitten, verklaarde hij desgevraagd. Wat er verder van de oliebol terecht is gekomen, is niet bekend. Het is weer bijna Roze Maandag. Op Roze Maandag wordt ook met name gedacht aan de homofiele medemens die ooglijkend wordt toegestaan. Want homofiel zijn moet kunnen, maar we moeten er geen jamboel van maken. Ook op de Korte Heuvel belooft het weer een waar spektakel te worden. Ondernemers slaan daar de handen ineen om een groot feest op te zetten. De festiviteiten zijn dan de hele dag bezig. Maar 's middags is het allemaal nog een beetje tam. Ja, we zijn eigenlijk al de hele dag al bezig. Maar 's middags is het nog allemaal een beetje tam. Volgens de ondernemer is het einde van de Korte Heuvel het leukste pleintje van heel Tilburg. Zo vindt hij zelf persoonlijk. Natuurlijk op de Korte Heuvel. Hè? Daar is het leukste pleintje van heel Tilburg, vind ik zelf persoonlijk. Het restaurant is gesloten, maar we hebben op ons terras een heel grote bar. En eigenlijk in deze straat hebben we allemaal bars buiten en uiteraard allemaal leuke muziek eromheen. En we hebben ook mijn eigen foodtruck, Gember en Schreef foodtruck, en daarvoor kopen we in Indonesische eten. Met een leuke DJ wordt dat met een leuke muziek een leuke bijdrage gedaan aan de Roze Maandag. Dan sluiten we af met het weer. Nou, het is me het weertje wel. Ik weet niet wat u ervan vindt, maar ik zeg, wat een weer, hè. Nou, goed. Dag! Dit was Kermisnieuws.